Hallo iedereen. Vandaag zijn wij op Facts. En wij gaan aan de mensen vragen wat hun relatie is met Star Wars. Deze filmreeks kwam namelijk 40 jaar geleden uit. Oké. Amai, dat is toch niet zo makkelijk hoor. Dus we zouden graag weten waar u 40 jaar geleden op 25 mei 1977 was. Niet bestaand. Niet bestaand. Ik denk in de wieg, want ik was toen 1 jaar. In 1977 was ik 2, maar toen ik 4 was, toen heb ik Star Wars voor het eerst in de bioscoop gezien. En ik had gelijk zoiets van wauw. Vooral Han Solo, dat was echt, maakte zo'n indruk op me. Nou ja, je ziet het tot op de dag van vandaag. Ben ik toch helemaal onder de indruk. Met welke Star Wars personage identificeer je het zelf het meeste? Ja, dat was wel te verwachten, hè. Met Rey vooral. Ja, ik vind gewoon haar verhaal echt cool. En ja, ze zit zo alleen op een planeet. En ze heeft bijna geen vrienden en zo. En maar toch is ze echt heel dapper. En ja. Heb je een goede ervaring met Star Wars? Ja, ik ben nog niet zo lang fan. Maar sinds dat ik fan ben, heb ik echt wel al leuke mensen ontmoet erdoor. Nou, met de kinderen op de foto. Mijn vrienden op de foto. Inzetten voor goede doelen. Dat is gewoon leuk. En dan ben je met die kinderen op de foto. En dan, ja, dat geeft toch een goed gevoel. Ik heb heel veel leuke ervaringen gehad. Vooral ook als je inderdaad in zo'n kostuum rondloopt. En dat er dan af en toe van die kinderen naar je toe komen. Die zoiets hebben. Han Solo. En dan willen ze met je op de foto. En dan, ja, dat is echt gewoon. Daar geniet je van. En ik moet ook zeggen. Ik geniet nog dagelijks van de films. Het is ook als ik thuis kom en ik heb een slechte dag gehad. Dan kijkt mijn vriendin me aan en die zegt. Ja, ik zet Empire Strikes Back wel weer aan. En dan gaat het weer beter.